Veenkracht, dat is de titel van de nieuwste theatervoorstelling van het theaterbedrijf Maters en Roberti. Begin juli gaven ze alvast een preview in het Aardewerkmuseum Goedewagen in Nieuw-Buinen. Nu het stuk klaar is, wordt hier op zaterdag 23 september ook de try-out gegeven. In een intieme sfeer voor klein publiek brengt Marion Maters samen met Ellen Vierwijzer een boeiende voorstelling met veel high-tech. De voorstelling gaat over de geschiedenis, het heden en de toekomst van het Veengebied. Over het roemrijk verleden. De ontginning van het veen begon 500 jaar geleden. In het gebied rond Amsterdam, maar daar zat het in Laagveen niet zo mee. Waar veen gestoken was, kwam water, Schiphol, Haarlem en meer. Rendaal was het net. Natte voeten steeds maar weer. In 1599 had men het gehad. De opbrengst laag en de grond bleef nat. De kolonisten trokken toen naar dit hoogveengebied. Hoge Zand, Pekelaars, Nieuw-Berne. Hier was het zo gek nog niet. Kanaal gegraven, grond verdeeld, alle wijken strak en recht. En de turf die was gestoken werd op een schip gelegd. De schipper bracht het naar Amsterdam, Hamburg, Bremen. Voer door naar de Oostzee om op de terugweg hout voor huizen mee te nemen. De schoongemaakte grond was vruchtbaar. Ook in de landbouw werd verdiend. Iedereen werkte en de opbrengst hoog. En als er een kans kwam, nou dan werd hij gezien. Jawel. Maar ook de schaduwkant komt aan bod met dranggebruik en vechtpartijen. Volk, heb je het al gehoord? Er is een jongeling vermoord. Mes in zijn buik. De wonde was vreselijk groot. De zoon van weduwe Teune, de glasfabrikant. Hij was een baas, maar nu is hij dood. Maandagnacht was er een ruzie, een luid gevecht met jammerklank. De buurt maakte zich geen illusie. Kwam wederdoor de sterke drang. Op het eind maar één conclusie. Die geldt voor ieder arm of rijk. Wie aanloop maakt de drank en ruzie. Eindigt vroeg of laat als één lijk. Met de voorstelling willen de makers vooral wijzen op de mogelijkheden en de kansen die de Veenkoloniën biedt. Een positief verhaal en dat vindt Marion ook heel belangrijk. Dat willen wij ook graag vertellen aan de mensen. Want ja, natuurlijk is er wel wat krimp en natuurlijk is er ook wat werkloosheid. Maar dat is eigenlijk pas van de laatste decennia. En in de voorstelling wordt ook gesproken over de power, de veenkracht van de oude veenkoloniaal. Nijtsoezen, mordeurberoezen. Nou, dat heeft de moderne veenkoloniaal ook. Dus waarom zou de veen niet opnieuw gekoloniseerd kunnen worden? Maar dan op een nieuwe, moderne manier. Ze heeft ook nog een boodschap voor de aanwezige Albert Trip, wethouder van economische ontwikkelingen van de gemeente Borgerrood-Doorn. Nou, de boodschap voor Albert is, draag het uit dat deze veenkoloniën een enorme rijke historie hebben. Veel mensen weten dat niet eens, zien alleen hoe het vandaag de dag is. En ja, ook in de flyer van de voorstelling staat, resultaten in het verleden behaald, geven inspiratie voor de toekomst. Nou, dat zou ik toch wel aan Albert mee willen geven. Maar geen garantie? Geen garantie, nee, de mensen moeten het zelf doen. Je moet zelf wel de kop ervoor zetten. De wethouder is het daarmee helemaal eens. Nou, dat is natuurlijk een positief verhaal wat echt voor onze streek enorm van toepassing is. Want ja, er zijn veel kansen en die moet je wel grijpen. Dan is het niet goed om wat wij wel eens doen, achteroverleunen en het komt vanzelf. Een probleem is misschien wel dat de Noordelingen bescheiden zijn. Dat vindt ook de wethouder. Ja, ik ben zelf ook een Noorderling, dus ik herken me daar wel wat in. En ik, ja,
Maar ik hoor het van heel veel. We hebben nu onze commissaris van de Koning in Drenthe, Josias van Aartsen. Die zegt ook, wat hebben jullie hier mooie dingen. Wees nou eens niet zo bescheiden, maar laat dat zien aan de wereld. Want het is zo om zo trots op te zijn. De voorstelling sluit wel aan met waar de gemeente Borgerhout-Doorn mee bezig is. Ja, de gemeente Borgerhout-Doorn is echt een toeristische gemeente. Het is voor ons de Hondsrug, dat is eigenlijk nummer 1. Daar verdienen wij heel veel geld mee. Een derde van onze banen is daaraan gekoppeld. En de andere helft is, ja, dat is de veenkoloniën. En dat is dan in een landbouw op dit moment. En daar zijn wel hele mooie ontwikkelingen. Daar gaat deze voorstelling ook wel over. Over wat er hiervoor prachtige dingen bij AVB gebeuren. We hebben een innovatiecentrum in Valthermond met mooie ontwikkelingen. Dus daarvan afgeleiders zien te vinden, dat is denk ik wel wat het beste wat wij hier kunnen hebben. Kortom, we moeten ophouden met somberen. Ja, somberen heeft geen zin. We zijn positief over de toekomst. De volgende voorstellingen zijn op vrijdag 29 en zaterdag 30 september in het Veenkoloniaal Museum in Veendam.